the number you have dialed. Imagine. Ready to create Utopia. Ik woon met veel plezier in Amsterdam. Ik fiets altijd fijn door de stad en dan voel ik me goed en gelukkig. Tegelijkertijd maak ik me om een aantal zaken ook wel zorgen. Ik voel dat mensen zich steeds minder vrij beginnen te voelen in Amsterdam. Dat mensen zich soms ook onveilig voelen in Amsterdam. En daar maak ik me wel grote zorgen over. Ik werk in de zorg. En ik werk in de politiek en dat vind ik alle twee heel erg leuk om te doen. Dat is ook mijn droom altijd geweest om dat te kunnen doen. Dus mij is het gelukt en ik gun iedereen dat hij ook zijn dromen kan nastreven en er ook nog zijn brood mee kan verdienen. Het hangt een beetje van de natuurramp af. Kijk, het verschrikkelijke wat we hebben gehad in Haiti, daarin zie ik geen voorteken. Maar als je het hebt over het smelten van de ijskappen, dan zie ik daar wel degelijk voorteken in. En daar moeten we dus ook actie op ondernemen. Als het gaat over de stijging van het klimaat qua temperatuur, wat een natuurramp op termijn is, dan zie ik daar een voorteken in en daar moeten we wel wat mee doen. Staat wat langer stil bij iemand die niemand heeft om waar we stilgestaan wordt. Ik werk zelf in de ouderenzorg en ik zie heel veel mensen die nooit visite krijgen. Als ik in de politiek zit, zie ik heel veel dak- en thuislozen die niemand meer hebben. Sta stil bij die mensen. Stap er niet zomaar overheen, maar besef dat er heel veel mensen zijn die het slechter hebben dan jij. Nou, dat doe ik eigenlijk op alle manieren. Ik ben vader van twee kinderen, Mart en Daan. En ik probeer in mijn opvoeding hun iets mee te geven voor de toekomst. Hun de vrijheid mee te geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ik ben directeur in de zorg en ik probeer voor ouderen en gehandicapten een zo goed mogelijk leven te creëren. En ik zit in de politiek en daar komt eigenlijk alles in samen. En dan probeer ik een samenleving in te richten waar iedereen zich maximaal kan ontplooien. Waar iedereen in zichzelf kan zijn. Dus ik probeer dat in alle dingen die ik doe, probeer ik te werken aan mijn droom, aan mijn toekomst.